Welke installatieautomaat heb jij nou nodig? Het zijn er zoveel. Je hebt verschillende merken, verschillende amperes, BOC-karakteristiek. Ik ben Ricardo van de Lagerweggroep en in deze video vertel ik jou welke installatieautomaat jij nodig hebt. Een installatieautomaat is een beveiliging voor jouw elektrische installatie en wordt altijd weer beveiligd door een aardelijk schakelaar. Op deze manier kun je de veiligheid voor mensen, dieren en ook voor de elektrische installatie garanderen. Wanneer er een kortsluiting ontstaat of een overbelasting optreedt, zal de schakelaar van de installatieautomaat omslaan. Op dat moment zal de elektrische installatie achter die groep uitschakelen. Het eerste waar je naar kijkt als je een installatieautomaat nodig hebt, is of je een eenfase of een driefase aansluiting hebt. Een nieuwe eenfase aansluiting die is afgezekerd op 40 ampère door het energiebedrijf, kan maximaal tegelijk 9000 watt aan apparaten hebben. Stel dat je meer dan 9000 watt aan apparaten tegelijk aan wil hebben, dan kun je beter voor een driefase aansluiting gaan. Ook als je een krachtgroep nodig hebt, kan die alleen aangesloten worden op een driefase aansluiting. Bij een eenfase installatie gebruik je altijd een tweepolige installatieautomaat. Stel dat je een driefase installatie hebt, dan kun je zowel een tweepolige groep als een vierpolige installatieautomaat gebruiken. Een B-karakteristiek schakelt sneller uit dan een C-karakteristiek. Daarom gebruik je een C-karakteristiek vaak bij apparaten die een hoge inschakelpiek hebben. Heb jij gewone normale huishoudelijke apparaten zonder hoge inschakelpiek, gebruik dan een B-karakteristiek. Stel dat je apparaten hebt met een hoge inschakelpiek, gebruik dan een C-karakteristiek. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp of een zaagtafel. Hoe berekenen we nu hoeveel ampère je nodig hebt? Standaard wordt er een 16 ampère gebruikt, maar in jouw situatie kan dat natuurlijk anders zijn. We doen dit met behulp van een bepaalde berekening. Het wattage is het aantal ampères keer de voltage. Wil je de ampères weten, dan deel je de wattage door de voltage. Wanneer je bijvoorbeeld een apparaat van maximaal 4000 watt wil aansluiten op een eenfase 230 volt aansluiting, deel dan de 4000 watt door de 230 volt en dan kom je uit op 17,4 amperes. In dit geval kun je dus het beste een 20 ampère automaat gebruiken. Heb je groepenkastcomponenten nodig? Bestel ze dan makkelijk via 123groepenkast.nl. Wat veelal gebeurt, is dat wanneer een klant bijvoorbeeld al een Hagen groepenkast heeft, dat hij ook de component die hij wil uitbreiden, uitbreidt met een Hagen component. Dit gebeurt uiteraard ook met ABB, Schneider, Eaton, Buys. En dit is een logische keuze. Het is vertrouwd en het ziet er ook nog eens uit als één eenheid. Wij adviseren niet specifiek één merk. Maar wat wij belangrijk vinden zijn twee dingen. 1 is veiligheid en 2 is betrouwbaarheid. Daarom verkopen wij alleen Europese merken die zich door de jaren heen hebben bewezen. Vond je dit nou een interessante video? Like deze video. Heb je een vraag of een opmerking? Zet hem in de comments. En wil je meer weten over elektrotechniek? Abonneer je dan op dit kanaal. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.